Oké, jongens, zijn we even aan het met de handen tekenen. Deze keer op mijn favoriete spot, waar ik al jaren kom en windsurf en recreëer. En dit keer gaan we dus even afzoeken. En ik heb al wat vondstjes gedaan natuurlijk. 20 cent, 2 stuivers, ja, dit is een dop of zo denk ik, moet ik nog schoonmaken. En ik vond een leuk vondstje, een kinderringetje. Waarschijnlijk zilver. Dus ja, dat valt me nog niks tegen. Ik ben aan het zoeken met de Gerrit. En ik heb een heel lage sensitivity, want er ligt hier ontzettend veel rotzooi. Maar goed, we gaan ervoor. En zien dat we nog een paar leuke vondstjes op de grote wielen kunnen doen. Dus we carry on. Volgende vondst. Ja, deze vind je hier ook. Maar valt mee hoor. Maar deze is wat anders. Ik geen idee wat het is. Misschien lipstick of iets dergelijks. Misschien een vurensteker. Nou ja, we zullen zien wat het is thuis. Eerst schoonmaken en dan, dan zie je het wel in de review op het einde van alle zoekbevindingen hier. Oké. Het is nog steeds mooi weer. Jongens zijn hier aan het surfen. En ik zie ze niet. Staat wel een leuk windje. En ja, die hebben er ook plezier aan. En we gaan weer verder. Ah, mooi. Muntjes blijven doorgaan. Weer een. Vers uit de grond. Weer 50 cent. Ah, gaat goed zo. Gaan we nog even verder. Zien wat we hier vinden. Nou, weer bingo. 20 cent. Toppie. Nou, een hele tijd niks. En ja, toch nog 50 eurocent. Dus mooi meegenomen. Ja, de hele tijd hier niks. Ja, allemaal rotzooi. Maar dat laat ik allemaal liggen. En dat zit toch vaak allemaal van die blikje, lipjes en andere dingen. Maar we hebben weer een 50 cent.